Auw, meteen. Ah. Eindelijk. Jongelui, lekker geslapen? Oh. Huh? Ja. Zeg maar wat jullie willen eten. Boterhammetje met kaas? Kopje thee erbij? Nou, kom nou, jullie moeten toch iets eten, hè? Zeg maar waar je zin in hebt. In een koekje? Als ontbijt? Ja, met limo. Ja, maar ik weet niet of Sien dat wel goed vindt, hoor. Doe mij maar een zakje chips. Chips? Ja, lekker. Paprika. Ja, maar... Ja, nee, paprika chips met cola. Sina's is ook goed, hoor. Vooruit, laat ik gewoon maar eens een beetje gek doen, hè. Ik ben per slotverrekening vanochtend de baas hier bij het ontbijt. Ja, maar... Hij doet het echt. Ja, waar is de cola? Wat doe je? Je gaat ons toch niet echt chips en cola geven? Ja, maar dat wilden jullie toch heel graag? Ja, maar dan moet je het toch niet echt doen? Hoezo niet? Nou, weet je niet hoe slecht dat voor ons is? Ja, maar... Ja, want wij moeten nog groeien, hoor. Ja, je moet ons juist iets met vitamine geven. Ja, een boterham met pindakaas, please. Ja, en een appel. Tuurlijk. Hoppa, nee, dat allemaal weg. Nee, Innie. Pindakaas. Hij wou ons echt chips en cola geven. Ja. Kinderen. Zo. Laat. Klaar, eindelijk een glaasje water. Ja hoor, komt eraan, hè? Lot, doe er ook een slabbetje bij. Want als ik mors, dan word ik helemaal nat. Aard, zullen wij eventjes één ding afspreken? En je krijgt van mij een slabbetje, maar dan hou je op met een vervelende stemmetje. Ja, maar ik ben ziek. Ik heb griep. Dan hoef je niet zo akelig tegen me te doen. Je bent er helemaal gek van? Nou. Dokter Tommy. Dokter Tommy. Hallo, Aard. Ik ben dokter Tommy. Ja, Tommy, wil jij even aan Lot vragen of ze er ook een koekje bij doet? Nee, Aard, dat kan niet. Want ik ben de dokter. En ik ga jou beter maken. Hé? Wat? Ja. Zo, eerst maar eens even luisteren. Doe dat nou maar niet, Tommy. Jonge. Dat klinkt helemaal niet goed, Aard. Nee. Ik moet jou een prik geven. Een prik? Ja. Maar ik wil helemaal geen prik, hoor. Maar dat is wel nodig, Aard. Anders word jij niet beter. Daar komt-ie. Let op. 1, 2. Ja, zo. Tommy, stop daarmee. Heel goed, Aard. Even volhouden. Want kijk eens, ik heb nog heel veel spulletjes in mijn koffertje. En die moet de dokter allemaal gebruiken. Eens kijken. Dan heb ik hier ook nog een hamertje. Oh. Ja, Aard. Ja. Waar doet het pijn? Dat is hier boven mijn hoofd. Ja, 1, 2. Daar gaat hij. Pop. Ja. Tommy, nou hou je er onmiddellijk mee op. Stop het hamertje onmiddellijk in dat koffertje. En ook die prikspuit en die belachelijke stethoscoop. Zo'n die Aard, het gaat helemaal beter met je. Nee, helemaal niet. Nou, je zit weer rechtop. Ik zit helemaal niet rechtop. Inderdaad, ik zit rechtop. Ja, precies. Je hebt je gewone stem weer terug. Ja, en doe dat slabbetje ook weg. Hè? Ja. Wat nou? Ga onmiddellijk die kamer uit. Laat me met rust. Ik ben geen klein kind. Heel erg opgeknapt, Tom. Goed, Lot. Ja, dat komt door mij. Ik heb hem beter gemaakt, want ik ben dokter Tommy. Dokter Tommy. Goed, hè. Yeah. Tommy, je bent een held. Aard, kijk eens. Kijk eens wat ik heb gemaakt. Mm. Een krans van bloemetjes. Heel mooi, Inimini. Heel mooi. Ja, zal ik er voor jou ook een maken? Nou, dat zou erg lief zijn, ja. Ja, wil je dat graag? Ja, ik zou heel graag zo'n mooi bloemenkransje willen hebben. Oké, nou, dan mag je deze wel vast hebben. Inimini, dat is allemaal heel aardig van je. Maar dat hoeft niet. Hou jij deze nou, dan krijg ik die volgende wel. Ja, nee, je mag deze wel hebben. Die is toch iets te groot voor mij. En dan maak ik wel weer een nieuwe. Goed? Oh, goed. Goed. Pak maar. Ja? Ja, op je hoofd zetten. Zo. Zo? Oh, mooi. Ja, dat staat vast heel erg mooi, ja. Hè? Leuk, hoor. Nou, ik ga weer even verder met mijn kransjes. Ja. Doei. Doei. Zo. Hé? Aard, wat
wat heb jij nu op je hoofd? Dat is een bloemenkransje wat Inimini voor mij gevlochten heeft. Ja, maar dat is toch geen gezicht? Dat is toch kinderachtig? Ach, wel nee, jongen. Ja, maar je kan als volwassen man toch niet met zo'n kransje op je hoofd rondlopen? Alle grote sportmensen krijgen er ook altijd een. Ja, maar dat is echt iets anders. Je kan niet met van die bloemetjes in je haar gaan rondlopen. Dat is geen gezicht. Hallo, hier zijn we dan. Hey, kijk eens, zien we er niet mooi uit? Kijk, dat hebben we zelf gemaakt en dat hebben we van Lot geleerd. Ho. Maar Inni kan het het beste. Ja, ja, maar Arjan, waarom heb jij geen krantje? Nou, het is gewoon... Maar ik heb er één over. Mag jij die hebben? Ja? Zo. Fijn. Ja, leuk. Dank je wel, natuurlijk. Maar dan moet je hem wel opzetten, hè? Ja. Ja. Ja, natuurlijk. Doe het dan. Ja. Staat je beeldig, Arjan. Ja? Ja, ben je blij? Ja. En vangen, hè? Ja, en ik stuiter. En ja, stuiter. Nog een keer. En vangen, en? Ja, en stuiter. Ho. Wat? Kijk eens. Wauw. Oh, lekker voor op de aardbeien. Ik zou best met slagroom. Een beetje slagroom. Ja, slagroom. Nee, dat mag niet, Tommy. Nou, ik doe toch helemaal niks? Nee, je mag niet snoepen. Nee, ik snoep ook helemaal niet. Nee, maar je wou wel. Nee, echt niet. Ik wil alleen maar even kijken hoeveel er in zit. Dat ga ik zeggen. Nee. Oh, jij mag niet klikken. Ja, maar Tommy mag niet snoepen. Nee, ik ga ook helemaal niet snoepen. Ik wil er alleen maar eventjes aan ruiken. Nou, niet doen. Zeg, wat krijgen wij nou? Zitten jullie van de slagroom te snoepen? Nee. Jullie mogen geen slagroom pikken. Maar we hebben helemaal niks gepikt. Nee. Jawel waar. Je hebt die hele bus hebben jullie leeggegeten. En ga nu weg, voordat ik echt kwaad word. Nou zeg, we gaan Lot roepen. Kom. Lot! Het is toch onvoorstelbaar. Jeugd vertegenwoordig. Maken ze zo'n hele bus leeg. Huh? Zou er nog wat in zitten eigenlijk? Smaakt ook wel lekker, maar... Hoeveel zou er nou nog eigenlijk in zitten? Huh? Nou ja! Zie je dan, Lot? Zie je dan? Kijk dan. Die slagroom die is voor op de aardbeien. Ja. Oh, aard. Ik heb het niet opgegeten. Hebben ze echt gedaan. Natuurlijk. Echt waar, ze hebben die hele bus leeggegeten. Ja. En hoe komt het dan dat jij hier een hele baard van slagroom hebt? Ja, dat wou ik zeggen. Ja. Dus aard, ga jij je maar eventjes wassen? Ja. Hè? Ga je wassen, viezerik, hup, weg. Ja, ga je wassen. En dan gaan wij lekker aardbeien eten. Met slagroom. Ja, met slagroom. Lekker. Zo. En dan zeggen we dus niet kroepoek. Nee, dat is beter. Ja. Aard, mag ik wat chips? Ja, Aard, ik wil ook graag chips. Ja, chips. Chips. We hebben geen chips. Huh? Nee. Oh, jullie bedoelen natuurlijk de kroephoek. Ja, nee, niet zeggen, Aard. Niet dat woord. Niet dat woord zeggen. Wat mag ik dan niet zeggen? Dit. Dat. En waarom mag ik dan geen kroephoek zeggen? Aard, stil nou. Kook. Nee, dat begint ze al. Ja, wie dan? Wat dan? Nu gaat Purk echt hele vieze woorden zeggen, Aard. Alleen maar omdat ik kroephoek heb gezegd. Nee, zeg nou niet weer. Nee, dit gaat heel erg worden. We maken een grapje. Nou, dat trap ik mooi niet in. Wij blijven gewoon kroephoek zeggen. Aard, dan moet je het zelf maar weten. Ja, we hebben je gewaarschuwd. Ja, kroephoek, Purk. Ja. Kroephoek. Geen chips, kroephoek. Maar je moet de woorden wel goed gebruiken. Dus kroephoek. Kroephoek. Ja, goed zo. Ja. Kroephoek. Nee. Het is dus kroephoek. Kroephoek. Koepoep? Wat zeg je nou? Ze zei koepoep. Koepoep. Nee. Kroe. Poep.
poepkoek. Een poepkoek, nee. En nou is het afgelopen. Poep heeft zich. Aard, mag ik een poepkoekje alsjeblieft? En mag ik een beetje koeienpoep over mijn geen vieze baan? Woorden aan tafel. En ook geen kroepoek. Koeienpoep. Poepkoek. Nee, hè. Oei. Poepkoek. Oh, nee, hè. Ze heeft een poepkoek. Ze heeft een poepkoek, Aard. Oh. Als ik maar naar ze geluisterd heb. Poepkoek. Kroepoek. Poepkoek. En nou opletten. Ja? Wat doet een hond? Mauw! 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 Nee. Een hond doet waf, waf, waf. Af. Af. Ja. Ja, af. Dat is goed. En wat doet een poes? Oh, nee. Een poes doet mauw, mauw, mauw. Mauw, mauw. Ja. Wonen we tegenwoordig soms op een kinderboerderij? Oh, mauw, Aard, kinderboerderij. Goed, goed. Mauw. Daar wonen kippen en die zeggen tok, tok, tok. Hou er toch op met dat getok, tok, tok, tok. Aard, ik leer Purk de geluiden van de dieren, ja. Oh ja? Is dat zo? Volgens mij leer die kleine heel iets anders. Iets vreselijks. Ja, je leert die kleine lawaai maken. Schandalig. Wat is er schandalig? Nou, die twee die schreeuwen tegen elkaar als beesten. Nee, echt niet, Arjan. Ik leer Purk de geluiden van de dieren. Waf, waf, waf. En mauw, mauw, mauw. En tok, tok, tok. Waf, waf, waf. Mauw, mauw, mauw. Tok, tok, tok. Maar dat is inderdaad een schande. Wat zeg je nou, Arjan? Ja, Tommy. Deze keer ben ik het helemaal met meneer Aard eens. Ja, zo mag ik het horen. Eindelijk eens een keer iemand... Ja, heb je een hond ooit waf horen zeggen? Niet. En toch leren ze dat aan de kinderen. Ja. Nou, dat is toch een schande. Ja, Tommy, een echte hond, die doet toch... Net echt, zeg. Net echt. Goed. Yes. En een kip, Aard. Een kip, die doet toch... Ja, en wat doet een poes? Een poes doet... Prmauw, prmauw. Nou, je leert het al. Echt? Ja. Hé, maar meneer Aard, u heeft de koe nog niet gehoord. Nee. Die is goed. Ja. Of een schaap. Dat is een schaap. Een kalkoen. Echt waar? Een karretje dat op de zandweg reed. Een karretje dat op de zandweg. Kijk nou toch eens. Vind ik hier een kastanjeblad. Ach, dat kastanjeblad is al heel oud in die mini. Oh ja? Ja. En dat heb ik ooit een keertje geplukt en toen heb ik het gedroogd. Maar toen ben ik helemaal vergeten het in te plakken in mijn herbarium. In je wat? Herbarium. Huh? Ja, herbarium? Herbarium, kijk hier. Dat is een album eigenlijk voor gedroogde planten. Ik zal het je laten zien. Kijk, hier mooi. Kijk. Hier. Oh ja. Dat zijn madeliefjes. En dit is een paardenbloem. En dan hebben we hier, die is ook zo mooi. Kijk, een klaproos. Oh. Die zag je vroeger langs de kant van de weg. Mooi, Aard. Ja, prachtig, hè? Ja. Ach, kijk hier. En dan heb ik hier een eikenblad. En dit is bijzonder, dit is een beukenblad. Oh, ja. En dat was van een beukenboom die bij ons in de tuin stond. Maar die hebben ze omgekapt vanwege de vooruitgang. Maar het blad heb ik nog steeds. Oh, gelukkig, Aard. Ja. Ja, verder staat er niet zoveel meer in mijn herbarium. Oh, jammer. Ja, dat is heel jammer, ja. Ja. Kan toch nog veel meer in dat herbarium. Oh ja.
Ja, ja. Ja, dat zou mooi zijn als er nog meer in zat, hè. Ja. Ja. Hé, hey, meneer Aar. Ja? Als ik nou eens bloemetjes ging plukken. Nou, maar dat is toch eigenlijk een heel goed idee? Ja. Ja, dan kunnen we die drogen. En na een paar weken plakken we ze weer in dit... herbarium. Heel goed, in het herbarium. Ja, ja, goed, hè. Dan ga ik nu meteen bloemetjes zoeken. Heel goed. En dan ga ik het kastanjeblad alvast in het herbarium plakken. Eens even kijken, hoor. Zo. En dan gaat dat hierin. Heel mooi. Heel mooi. Heel mooi.